Hoe vind jij het nou dat wij als Liander, dat jij nou deze techniek bij Liander hebt gebracht? Dat is toch gaaf eigenlijk? Ik vind het geweldig. Ik sta hier in Hilversum en ik ga vandaag op bezoek bij een aantal collega's die bezig zijn om een nieuwe gasreparatietechniek toe te passen. Het vak van gasmonteur is nog steeds volop in ontwikkeling. We deden de Enkapress techniek, maar in principe doen we nu Injectoseal. Hoeveel sneller is dat nou in vergelijking met wat we deden? Dit hele proces duurt bij elkaar ongeveer een kwartiertje. Een Enkapress, het uitharden, denk dat dat wel een uurtje of drie gaat duren. Kunnen jullie het mij in de praktijk laten zien? Ja, zeker. Het is een techniek waarmee we veilig kunnen werken, dat staat voorop. Maar het is ook een techniek waarin we minder overlast in de omgeving creëren en we het veel efficiënter doen. De klanten en dan met name de horeca behoorlijk blij van gaat worden, want nu hoeft het halve terras maar weg. Deze pomp zetten we erin op met een aggregaatje en dan gaat hier een fles gaat hierin. En dan zetten we straks druk aan de buitenkant en dan pompt die vloeistof het component in. Je hebt minder ruimte nodig en het werkt gewoon prettig. Mano brengt ons in dit geval deze nieuwe techniek. Is hij ook degene die onze mensen in de praktijk opleidt om deze techniek goed toe te passen. En het is voor mij een prachtig voorbeeld waarin we op een mooie manier met de aannemer samenwerken aan het betrouwbaar en betaalbaar houden van onze netten. En we daarin echt duurzaam kunnen samenwerken als partners. Het gasvak is nog steeds een leuk vak. En ja, als je graag met je handen wil werken, waarom niet joh? Wat dat betreft staan de ontwikkelingen niet stil. We hebben het hier over een nieuwe reparatietechniek. Maar het gaat natuurlijk ook over de toepassing van waterstof of groen gas. Dat hebben we allemaal te integreren in ons huidige gasnet en dus ook mee te werken. Dus ook het vak van die gasmonteur is volop in ontwikkeling.